En de Daily Challenge is er weer. We zullen inzien wat het ons vandaag allemaal gaat brengen. Ik heb geen voorkeur vandaag. Het mag ook allemaal dingen zijn of zo, hoe heet het? Ook allemaal wel Rusland of zo zijn. Het mag wel een uitdaging zijn voor mij vandaag. What the fuck is dit? Is het over? Is het een anti-snelheids reclamebord of zo? Dat als het geblurred is dat je het niet goed ziet of zo? Ik denk overigens dat dit een Noorwegen is. Is dat een spoorlijn? Ja, nee, dat is een. Dat is geen spoorlijn, dat is gewoon een rivierkanaal, fjordachtig iets. Ik hoop eigenlijk stiekem. Nou, dan heb ik dat goed gehoopt als ik het goed zie. Excuus. Goed zie. Ota, weten we waar dat ligt als het goed is, denk ik. Nee, niet daar, alsjeblieft. Wat in ieder geval eerst even in. Ota. Oh nee, dat is Oda. Waarmee ik in mijn hoofd zat. Dat is poep. Hoe groot zou de kans zijn, denk je, dat het fout gespeld is? Dat had ik niet verwacht, dat het zou zijn. Dan hopen we maar dat we. Hoe ver moet ik inzoomen om wegnummers te zien? Best wel redelijk. Dus, want ik heb het namelijk het idee dat het wel hier in het zuiden ligt. Zelfs het zien dat ik niet gelijk heb. Yeah. Damn it. Tja. Even kijken. Ota Strin Lom Fagamo. We gaan gewoon zoeken, want ik ga toch oprecht niet beter krijgen dan dit. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Ik kan verder gaan zoeken naar andere steden en dingetjes, maar meer dan dit ga ik echt nooit van zijn leven krijgen. Echt niet. Laten we echt heel eerlijk over zijn. En dan Strin ligt hier. Dat is mooi. Dit is 15. Nou, ik ben blij dat ik net op het laatste moment onkolen stond 26 kilometer te vandaan. Ik ben blij dat ik het net op het laatste moment gevonden heb. Echt, oprecht. De pure teleurstelling in mij dat ik dacht van, oh ja, ik weet waar dat ligt. Oh nee, dat is anders gespeld. Oh, dat is jammerlijk. Even kijken. Ja, het is inderdaad gewoon rechtsrijdend, zullen we maar zeggen. En dan, hallo. Jij bent een botje. Ga je mij nog interessante informatie vertellen of? The best of both states. Dit is op een grens van een staat dan. Dat is extreem interessant. Dan ga ik mij afvragen waar ik naartoe moet gaan. Travel info. Ik denk deze kant op, lijkt mij. Kan jij mij vertellen welke staat dat ik ben? Report drunken drivers. ICP. ICP. Is dat Idaho State Police? Ik kan me ergens herinneren dat ik dat wel eens keer eerder gehad heb.
Oké, als dit Idaho is, dan zou dit met Montana invasive species prohibited. Ja, dit is echt op de grens van. Dit zijn van die borden die je tegenkomt als je een andere land binnenrijdt, zeg maar. Alleen in dit geval hebben ze gewoon per staat een ander reglement, zullen we maar zeggen. Als ik dit zo zie, dan zou ik zeggen in eerste instantie Montana. Up the highway. Nose Creek Road. Moose Creek. Dan zal het wel Moose Creek zijn geweest. Be aware, food storage required. Oh, dat is als je hier ooit vast komt te zitten in de sneeuw. Dan moet je zorgen dat je sowieso zo voedsel in je dingen hebt, in je wagen. Anders dan kom je hier eeuwig vast te zitten. Nou, eeuwig is misschien wel wat overdreven, maar dan kom je hier vast te zitten zonder voedsel. Het was op de grens met Wyoming. Nou, ik heb het in ieder geval goed onthouden dat het ISP dat het Idaho State Police was. Dat is al iets. Entree. Dit. Ik ben benieuwd. Ik denk dat het Frankrijk is. Denk ik. Ik moet heel even. Het ziet er wel uit dat dit Frankrijk is. Ik ga me niet weer voor de gek laten houden met talen en zo. Daar heb ik al iets te veel voor geleden, om het zo maar te zeggen. Nou, denk ik. Nou, is dit totaal geen handige. Aantal bordjes, zullen we maar zeggen. Want dat zijn gewoon naar bedrijven en zo. Dus dat zijn goede bordjes. Laat me daar niet over. Alleen ik heb daar natuurlijk niks aan. Sans Sterling en Le Fabrique. Maar ik denk dat het meer is. Dat zijn echt hele kleine dorpjes waarschijnlijk. Hoor ik? Ik zal trouwens want het is in Frankrijk neerpleuren. Anders heb ik sowieso 0 punten. 0 point. Gaat u mij nog nuttige informatie? Misschien deze wel, want dit ziet eruit alsof het. Waarom staat het hier ook weer in meerdere talen erop? Weet je, dat doet me denken aan het feit dat het weer. Ik ga me eigenlijk niet weer voor de gek laten houden. Dat het weer hier ligt, zeg maar. Heb ik hier een. Wat is het? Port Louis. Sterville en Kernakiek of zo. Misschien moet ik wel iets verder inzoomen. Ik zie wel een Karnak staan, want dat. Ik ga ervan uit dat het Port Louis langs de. Nogmaals, ik vind het. Dit is zo. Daardoor dacht ik de vorige keer van. Dus ik denk wel dat het hier ergens ligt, maar. Waar dan? Echt, want dit is zo. Ik had gelijk. Ha! Het zal je leren.
Oh, dit is Nederland. Ja, Nederland. Ik zag het aan de vorm van. Trouwens, waarschijnlijk is het een school. Dit is een gymzaal, denk ik. Ik denk dat dat gewoon puur een. Nee, dit is wel onderdeel van de school. Hallo? Mag ik daarin? Niet. Nee, jawel. Misschien. Wellicht. Dierendal. Wellicht dat hier. Maar zo te zien niet. Dus. We gaan gewoon lekker terug naar het begin. Ja, daar gaan we niet. Niks mee riskeren. Zullen we dat zo zeggen? We gaan niet. Een wijk in met het risico van. Oh, hey, het is eigenlijk. Ik kan niet die kant op. Dat is vervelend. Dan gaan we gewoon naar de hoofdweg. Omdat je zo aandringt. Nee, maar. Het is een muziekwinkel waarschijnlijk. Gok ik, hoop ik, althans. Ik zou graag iets zien van een. Wat zou muziek. Muziek. Ik zie heel veel muziek. Heel veel muziek. Wat zou dat allemaal kunnen inhouden? Ik ben een beetje. Ik denk niet dat dit de goede weg was. De goede kant op geweest is. Maar ik wil wel eerst eens even in Nederland wegzetten, want. Anders dan. Heel misschien kom ik wel iets tegen. Want ik ben nou eigenlijk meer en meer op zoek naar de. Het einde van een bepaalde kom, zal ik maar zeggen. Meer om te kijken of ik misschien een gemeentenaam zie. Of iets dergelijks. In plaats van een richting. Ik ga niet zeggen dat ik algemeen zo weet. Kandelaar. Nope. Hallo. Dank je. Koop. De koop zegt tegenwoordig niet heel veel meer. Dat zat vroeger in een bepaald gedeelte van het land, maar dat is tegenwoordig ook helemaal over het hele land verspreid. Dus. 7 seconden. Groningen, dat is hierboven. Ik ben blij dat ik deze kant ben opgegaan. Dat was een beetje te close for comfort. Oh, hallo. Oep. Ik had eigenlijk helemaal niet hoeven. Hallo. Nou ben ik heel benieuwd. Zou dit PC. Nou ben ik heel paranoia. BC, zou dat slaan op. Ik weet dat hier mile staat, hè? Maar dit zou dat slaan op British Columbia. Hebben ze een Grand Forks. Oké, dan gaan we gewoon kijken dicht bij de grens. Kijk, dat doe ik maar. Ik weet niet of het zo is dat ik straks echt een idioot ben. Maar laten we in ieder geval verder kijken, zou ik zeggen. Naar, wat is het? Colville en Chewila. Ik ga ervan uit dat het aan de andere kant van de grens ligt. Dus, 92 kilometer, wat zou dat dan zitten? Nogmaals, ik ben op dit moment. Mijn inziens, als dit inderdaad British Columbia betekent, ben ik sowieso maar 92 kilometer van ons verwijderd. Op dit moment. Republic. Old. Wakanda.
Zou ik het niet goed hebben? Ja, maar ik zou niet weten wat BC anders betekent. Zou het... Wacht. Wat was dat andere bord? Wat zei dat? Tunnel headlights. Ja, nee, daar heb ik echt geen... Geen kloot aan. Oh, wacht eens even. Ik stel je voor, dan moet ik verder naar beneden zoeken natuurlijk. Hier ergens moet ik dan zoeken, want dat is... Kijk, want dit is Colville. Kijk, dus ik heb wel gewoon gelijk. Haha. Gelukkig. Dit is... Ik zat te dicht... Weet je wat ik zat te denken? Dat dit noordelijk lag en dit zuidelijk. En daarom zat ik te zoeken naar iets wat er niet was. Dus het zal ongeveer daar zitten, denk ik. Ja, het zat er niet heel ver vandaan. Ik, weet je, ik zat te denken dat het... dat Colville... Ik zat verkeerd om te denken. Ik ben blij dat mijn hoofd in ieder geval realiseerde dat ik... BC British Columbia kon zijn. Daar ben ik echt heel blij mee. Niet een heel 23.000, holy shit. Met eigenlijk de slechtste, denk ik, die met die Idaho gok. Denk ik toch? Ja. Ja, nogmaals. Het was geen hele lastige ronde hoor. Ik bedoel, we hebben eigenlijk overal wel aanwijzing gehad waar het zat. En deze, ja... Waarschijnlijk als ik de andere kant was opgegaan, had ik wel dingen gevonden. 18e voorlopig. Dus, ja, redelijk ronde voor een zondag. Ja. Nou, dat was hem weer. En dan zeg ik, tot morgen.